We zijn in Overak, Mirjam. Wat gebeurt hier? Nou, we hebben vandaag de scootmobielpool geopend. En dat betekent dat er niet meer straks voor iedereen een eigen scootmobiel in Overakker zal zijn. Maar dat we gezamenlijk gebruik maken van een aantal scootmobiels. Zodat we heel goed benutten het aantal wat er is. Dat we het echt meer gaan delen met elkaar. En wij zitten nu samen in een hele speciale scootmobiel. Dat is ook de eerste die we bij zo'n pool leveren. En dat is een dubbele scootmobiel. Echt de gedachte dat mensen er ook samen op uit kunnen. De mensen die wellicht door moeite met het zicht bijvoorbeeld niet meer zo vrij voelen om naar buiten te gaan. Dat ze op deze manier met een scootmobiel toch samen op pad kunnen. Hoe komen jullie aan het idee? Ja, het idee komt eigenlijk, en daarom vind ik ook heel leuk dat ik hier samen met Peter Smittenaar zit. Het idee komt eigenlijk door onze eerste echte kennismaking, voor mij als wethouder zorg, ruim een jaar geleden, in de Leuvenaarstraat. Daar waren we en toen hadden we het over een heleboel scootmobiels die daar stonden en die echt niet altijd gebruikt werden. Dus zo hebben we zitten nadenken van, kunnen we dat ook op een andere manier doen die ook prettig is voor iedereen, waar ieder tot zijn recht komt en je misschien ook wel eens iets extra's kunt leveren. Ja. Dus, en dat hopen we hier echt mee te bereiken. Gaat het werken, Peter? Natuurlijk gaat het werken. Je weet het, een aantal van onze mensen hebben samen met een aantal ambtenaren van de gemeente Breda daar de afgelopen tijd ook hard over zitten denken hoe dat allemaal kan en moet. Nou, de enthousiasme bij iedereen was er eigenlijk al vanaf april begin. En door Mirjam de eigen ervaring en het rondkijken in de wereld, wat ze net zelf ook zei van de zorg en wat er allemaal beter en ander kan, heeft het nu ook een stimulans gekregen. En wordt het nu ook echt gerealiseerd na ruim een jaar daarover nadenken. Dus dat gaat gebeuren, dat gaat lukken. Hoe gaat het in zijn werk? Bij de mensen thuis? Iedereen die van een scootmobiel gebruik zou willen maken of gaat maken, die gaat sowieso eerst even echt goed oefenen. De fabrikant van de scootmobiels die zorgt er ook voor dat mensen eerst leren hoe je ermee moet rijden. Want ik heb het net zelf voor de eerste keer gedaan, ook nog meteen met deze dubbele scootmobiel. Maar je moet daar wel heel even aan wennen en het gaat best wel snel. Ja, dus als je in het verkeer zit, moet je wel je ook zeker voelen om naar buiten te gaan. Dus die begeleiding is heel goed vanuit een ergotherapeut. En als je dan inderdaad in staat bent om zelfstandig naar buiten te gaan, dan weten ze het hier aan de balie. En dan kun je gebruik maken, kun je intekenen voor de scootmobiel. Dus eigenlijk, het doet mij een beetje denken aan mijn oude studentenhuis. Ja. Daar hadden we één wasmachine en daar hadden we een lijst. En dan moesten we een kruisje zetten bij een bepaalde tijd. Ja. En hier wordt het gecoördineerd vanuit de balie hier, wie er wanneer weg is met de scootmobiel. En en dan gaan we kijken of het ook goed werkt, of dat er bepaalde druk bestaat. Staat op het ene moment of het andere moment. Dat zullen we gewoon moeten leren en ervaren met z'n allen. En ik heb daar alle hoop op dat het gewoon heel, heel goed en heel natuurlijk gaat lopen. En de groene kaart, krijg ik die dan ook mee? Ja. Of is dat die niet? Het zijn goede vragen, het zijn goede vragen. Geef bij de baas. Ja, want ik zit nou net, ik heb dus een Cirrus en die vind ik een beetje te rammelig. Hè? Ja. Die zit ook geen vering in. Dus je bent aan het overwegen om een andere scootmobiel te hebben? Ja, maar wat krijg ik daarvoor terug? Oh, dat weet ik niet. Dat zullen ze best wel weten. Maar dan moeten we onderhandelen aan tafel, hè? Ja, bij wie moet ik daarmee onderhandelen? Bij een bedrijf hier, denk ik. Ja, nou, wie is van hier het bedrijf? Dat zijn jullie, hè? Dat doen jullie in Arnhem. Nee. Wij zijn inderdaad de leverancier, dat klopt. Okay. Wij leveren aan de WMO de scootmobiels. Dus wij zijn ook eigenlijk de experts op de scootmobiels. En zo zie je maar ook inderdaad dat eigenlijk de gebruikers zelf de beste vragen hebben. Die ook ons weer op scherp houden natuurlijk. Ja, ja. Wat doen jullie dan precies in dit project? Wij leveren de scootmobiels. En bij de levering hoort dus ook onder andere dat wij de lessen verzorgen. Dus voordat mensen op pad gaan, gaan we al eerst even proefrijden.